Parijs is de meest gefotografeerde stad van Europa. Ieder jaar worden er miljoenen foto's geschoten. Het is nu bijna niet meer voor te stellen dat de stad 600 jaar geleden voor het eerst werd geportretteerd. Niet met een camera natuurlijk, maar met een penseel. Uit 1410 stammen de oudste afbeeldingen waarop je Parijs kunt herkennen. De Notre-Dame natuurlijk en het Île de la Cité, het eiland in de Seine, midden in het centrum van Parijs. Enkele van deze middeleeuwse gebouwen staan er nu nog. Alleen toen werkte er nog boeren in de stad. Iets verderop aan de Seine ligt Museum het Louvre. Het is alweer eeuwen terug in de plaats gekomen voor Kasteel het Louvre. In de kelders van het museum vind je de fundering van het oude kasteel nog terug. Hier in het Louvre woonden de Franse koningen. Het grappige is dat die eerste afbeeldingen van Parijs niet zijn gemaakt door een Fransman. Nee, ze zijn gemaakt door drie broers uit Nijmegen. Beter bekend als de gebroeders van Limburg. Volgens de kunstkenners zijn de gebroeders van Limburg de Rembrandts van de middeleeuwen. Hun afbeeldingen zie je nu overal terug in tal van reproducties. Ze leerden hun schildersvak hier, in het familieatelier aan de Burchtstraat. En ze begonnen al heel jong met het schilderen van wapenschilden. Voor de hertog van Gelre, die bij hun om de hoek woonde in de Valkhof-Burcht. Toen ze nauwelijks 14 jaar oud waren, gingen de broers voor het eerst naar Parijs. Op stage. Als niet veel later in Parijs de pest uitbreekt, worden ze snel teruggestuurd naar hun moeder thuis. Op de terugweg naar Nijmegen worden ze echter gevangen genomen in Brussel, de hoofdstad van het hertogdom Brabant. Brabant is al jaren in oorlog met hun hertogdom, Gelre. Ze worden beschuldigd van spionage. Pas na een half jaar worden ze vrijgekocht door de machtigste man van Europa, de hertog van Bourgondië. Deze hertog, broer van de Franse koning, is een groot verzamelaar van kunst en altijd op zoek naar de beste kunstenaars. Hij neemt de drie gebroeders van Limburg gelijk in dienst. En zo belanden de gebroeders van Limburg al op zeer jonge leeftijd in de Franse hofkringen in Parijs, waar ze de mooiste afbeeldingen van de middeleeuwen maakten. Ze werden de best betaalde kunstenaars van hun tijd. Maar heel erg lang hebben ze van hun status niet kunnen genieten. Alle drie stierven ze in 1416, alsnog aan de pest in Parijs. Geen van drieën werden ze ouder dan 35 jaar. Het familieatelier in Nijmegen verviel aan een jongere zus die nog lang hier aan de Burchtstraat heeft gewoond. De 600 jaar oude kelders onder hun ouderlijk huis herinneren op deze plek nog aan deze grote middeleeuwse meesters.